Even één stapje terug, want je zegt van ja, ik kreeg de gelegenheid om CIO te worden. Je kwam daar in eerste instantie nieuw binnen, je groeit. Op enig moment, hè, begrijp ik, gaat het kriebelen. Dan denk je van, ik wil meer. En ik veronderstel dat dat niet per se gaat om salaris of om status, maar dat het ook te maken heeft met van nou, ik heb nou alles wel gezien. Of kun je daar iets over vertellen? Want waarom ben je klaar met een job en wil je naar een volgende? Ja, ik denk dat, dat hangt een beetje van je persoonlijkheid af. Maar weet je, ik vind het leuk om iets te doen, maar je wil eigenlijk niet echt op cruise control raken. Nee, hè? Dat je iedere dag naar je werk gaat en zegt van nou, oké, weet je, dit is nou het vierde seizoen waar we weer in november de budgetten gaan doen en de performance reviews en dit en dat. En dan starten we weer een paar projecten op en die gaan we dan in stuurgroepen zitten en minutes en al dat soort. En dan op een gegeven moment dan wil je jezelf ook wel weer verder ontwikkelen. En ik denk ook dat het in ieder geval voor jezelf, maar ook voor het bedrijf wel goed is. Als je een tijdje in een rol zit, dat er weer eens iemand is die er weer eens met een frisse blik naar kijkt. Die weer eens een ander oogpunt heeft. Niet per se goed of slecht, hè, maar gewoon weer eens anders zegt. Als, joh, ik vind dat belangrijk of ik denk dat dat goed is. En uiteindelijk probeer je natuurlijk ook sterke teams om je heen te verzamelen. Hè. En dat heb ik in ieder geval in die tijd in Texas heel erg geleerd. Die vent die waar ik net over had, Rory, die had op een gegeven moment een team om zich heen. En die luiden waren allemaal keigoed. En daar was ik er ook bij. Maar die waren echt allemaal keigoed. En hij was zelf goed. Maar eigenlijk was hetgene waar hij het beste was goede mensen uitzoeken. Ja, dat was want een, van die, ik denk we waren toen met z'n zeven of zo. Van die zeven zijn er twee die hebben echt, zijn daarna een heel andere carrière gegaan. En die andere vijf, die zijn alle vijf CIO geworden. En niet bij kleine bedrijfjes. Die hebben het echt alle vijf redelijk goed gedaan. En eigenlijk beter dan dat hij het zelf ooit gedaan heeft. Zo kunnen, ja. Maar hij heeft gewoon hij was gewoon hartstikke goed in het om zich heen verzamelen van mensen. Dit zei hij zelf ook, hè, mensen die hij zegt, ik wil alleen maar mensen om me heen hebben die beter zijn dan dat ik zelf ben. En dat geldt een niveau lager ook, voor jou in jouw rol daar? Ik was toen natuurlijk beginnend manager, dus daar luister je naar en dan denk je van, nou goed, dat moet ik waarschijnlijk opschrijven, maar dat leeft nog niet zo. Maar, en in het begin heb je het ook vaak niet voor het kiezen, maar ik denk wel dat je in de loop der tijd, dat je daar wel meer keuzes hebt. En zeker naarmate je als manager wat meer te zeggen hebt. Heb je daar meer invloed op. Dus ik denk, het geldt niet alleen voor gewoon managen. Het geldt ook als je in een team zit of als je een opdracht doet hier op de universiteit of in je sport of wat dan ook. Als je omgaat met mensen die beter zijn dan dat je zelf bent, daar haal je jezelf van op. Daar haal je jezelf van op. Dat kan niet anders. Dus zoek altijd sterke teams. Dat is, ja. 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 Ja.